IJdele hoop, zo kan de race van gisteren het best omschreven worden. Max Verstappen lag voor, maar wist dat Hamilton hem uiteindelijk zou gaan inhalen. Ook al heeft Red Bull grote stappen gezet, Mercedes lijkt voorlopig toch de bovenliggende partij. En helemaal vers, net terug uit Barcelona, staat hier naast mij Erik van Haren. Applaus, ja. Erik. Goed dat je er bent, man. Uh, je was gisteren op het circuit. Uh, Verstappen zei, uh, hadden we het uh, voor het weekend over. Zei vooraf: Dit weekend gaat er heel veel duidelijk worden. Ja. En dat is gebleken. Ja, niet alleen Verstappen zei dat, eigenlijk bijna alle teams zei dat. Want iedereen kent het circuit in Barcelona natuurlijk van haven tot gort. Ja, dat is altijd het testcircuit, hè? Ja, normaal gesproken wel, dit jaar dan niet. En bocht 10 was dan wel aangepast, maar ja, dat zijn details. Uh, iedereen kent het en het is een ja. vrij representatief circuit. Omdat het snelle bochten heeft, langzame bochten, lang rechtstuk. Uh, alles een beetje wat een, uh, een normaal Formule 1-circuit is, uh, is en een beetje het gemiddelde. Uh, ja, en het verschil in de, uh, snelheid was uh, zeker op zondag natuurlijk duidelijk. Zaterdag ja. een geweldig spannende kwalificaties, zoals we eigenlijk al vier, keer hebben gezien, maar dan op zondag is het verschil tussen Mercedes en Red Bull toch uh, ja. Ja, was in ieder geval dit weekend aanzienlijk. Ja, uh, niet uh, bij de start. Nee. Verstappen had een uh, fantastische start, zoals hij die bocht ook indook. Alleen je weet dat Hamilton geduld heeft. Ik denk dat Max uh, één kans uh, dacht dat hij zou hebben om überhaupt te kunnen winnen, en dat was Hamilton uh, pakken bij de start, en dan zie je ook echt. Op ze versta Verstappen vol al ingaan en, uh, en bij die eerste bocht gewoon later remmen dan Hamilton. En dan weet je ook dat Hamilton wel de coureur is. Dat zei hij ook na afloop, het is geen sprint, maar een marathon. Yeah. Toch even wat ruimte overlaat. Natuurlijk heel volwassen. Uiteindelijk is hij wel de man die wint. Dus, yeah. uh, en ja, toen dacht ik ook van, nou het kan, uh, kan toch Verstappen's kant op vallen. Maar toen zag je heel snel, Hamilton die bleef bij hem, bleef maar een beetje seconde, anderhalf seconde. Yeah. Toen dacht ik al, hmm, dit blijft heel makkelijk uh, bij hem in de buurt. Uh, Nederland was heel euforisch. Ja. Hè? Uh, dit zou uh, het jaar van Verstappen worden. Uh, en dan merk je dan nu eindelijk, ja, nu daalt een beetje de realiteit in. En uh, je merkt aan het, aan het einde van de race ook het realiteitsbesef uh, bij, bij Verstappen die eigenlijk ja. altijd realistisch is. Nooit, nooit heel erg meedoet in de euforie. Maar nee. misschien toch ook een beetje frustratie van, van: ja, we moeten toch nog harder werken. Ja, een beetje gemengde gevoelens. want hij staat natuurlijk wel dichterbij dan ooit. En in Barcelona was het verschil ook veel kleiner dan ooit. In ieder geval dan de afgelopen jaren. Maar ook na de kwalificaties sprak hem even in de mixzone, zoals dat dan heet, ja. uh, Aan de rand van de paddock. En toen zei hij ook van, want toen was het maar 36.000ste met, uh, met Hamilton. En toen zei hij ook al van: het is wel duidelijk dat Mercedes een voorsprong heeft. En dat zag je in ieder geval in de race uh, natuurlijk ook uh, ja. duidelijk terug. Kijk, het verschil is 14 punten, en het is wel grappig dat. Het zegt, want inderdaad, in Bahrein uh, hoorde ik van iedereen dat uh, Verstappen wel even wereldkampioen zou worden. En ja. nu hoor ik in één keer van iedereen dat het helemaal niks meer wordt en dat uh, Mercedes geweldig is. Terwijl er zijn nog 19 races zijn. En de Red Bull, ja, je weet natuurlijk niet wat ze nog in petto hebben. Ze gaan echt nog wel hard aan de slag om dat gat weer te dichten. Ja, Wat heel opvallend was tijdens de race, uh, uh, voordat het uh, Hemelt naar binnen ging, uh, zei Verstappen op een gegeven moment van die, die, die gasten hebben zo'n wegligging of, ja. of worden van gelijkstrekking grip. Het is ongelooflijk. Ja. Uh, hoe, hoe, waar, waar merk je dat dan aan op dat moment? Dat... Nou, dit is een heel moeilijk circuit om te, om te volgen. Hè? Ja. Uh, je komt op 1,5 seconde en dan merk je al die turbulentie. Uh, alleen hij, hij, Hamilton die bleef heel dicht bij hem. En toch gingen, ze de ban gingen zijn banden er niet aan. Terwijl nee. Verstappen daar normaal wel veel last van heeft. En hij probeerde natuurlijk een beetje die rondetijden van Hamilton te matchen. Maar hij zag, hey, mijn banden gaan daar best wel snel aan. En toen kwam Hamilton daar best wel snel naar binnen voor die tweede stop. En, ja, en toen wist Verstappen, het is klaar. Want ja. Uh, ja, Bottas kon doorrijden, dus als Verstappen gelijk naar binnen was gegaan, zegt hij, had ik ook niet gewonnen. Uh, en hij had ook geen vertrouwen in het team. Ze hadden alleen maar die rode band over, die zachte band. Ja. Dat ze nog daar, wat was het, nog 25 rondjes of zo uh, mee konden volhouden en konden pushen. Dus ja, uh, zowel Verstappen als de teambaas zei, uh, we kun, kunnen onszelf niets verwijten. Misschien hadden ze toch eerder die tweede stop kunnen maken. Maar als Verstappen dat zegt, hè, we weten ook in Bahrein was hij wel heel kritisch op het team. Ja, ik denk ook uh, dat verschillende snelheid toch wel het belangrijkste was. Ja, in het weekend. Want iedereen heeft het heel over strategie. Maar ja, als jij gewoon, zoals wat Hamilton op een gegeven moment met die gele band, als je gewoon sneller bent, ja. dan kom je op een gegeven moment vanzelf dichterbij. Wat voor strategie je ja, dan ook hebt. Je zag vrijdag ook aan de long runs dat, dat Mercedes een stuk sterker was. Dan hebben ze bij Red Bull wel de achtervleugel aangepast. Alleen, ja, misschien was dat ook weer, uh, had dat ook weer zijn invloed op, uh, op de degradatie van de banden. Uh, ja, dat is eigenlijk al, dat zien we al vier races lang. Verstappen zei ook. In Bahrein zag je bij de openingsrace ook al dat Mercedes in de, in de race uh, vrij sterk was. En uh, ze gaan sneller. Maar hun banden gaan ook minder snel aan. Dus het is een beetje tegenstrijdig. Maar dat doen ze heel goed. En bij Red Bull zijn ze toch keihard bezig om te kijken: waar ligt dat nou aan? Maar, ja. maar dat antwoord hebben ze nog niet. Sergio Perez. Ja. Valt hij nou mee of valt hij nou tegen? Ik vind het een beetje lastig om dat uh, te zeggen. Valt mij volgens nog zwaar tegen. Ja? Ja. Maar ik vind sowieso, dat heb ik ook hier vorig jaar, december, volgens mij geroepen. Uh, Um, dat, dat ik Perez, ja, ik moet nog maar zien of, dat echt, of die echt er zo dichtbij uh, komt. Ja. En je ziet nu gewoon dat, kijk, Hamilton kon nu een vrije stop maken, zoals ze dat noemen, omdat hij niemand achter zich had. Kijk, als Perez daar gelijk kort achter had gezeten, ja. dan had hij dat niet kunnen doen. In ieder geval niet zonder dat hij achter Peres ja. of achter een Red Bull terecht was gekomen. En dat zijn verstappen ook. Ik sta er toch een beetje alleen voor. En dat zie je ook wel. Ik heb toch een beetje de indruk, want we hebben Gasly gehad, Albon. Nou, Peres is nu vier wedstrijden onderweg. Laten we niet te vroeg concluderen, maar. Nee. Dat verstappen toch meer uit die auto haalt dan anderen, dat is natuurlijk duidelijk. Dat is duidelijk en ja. dat misschien wat gat tussen Red Bull en Mercedes nog wel een stuk groter is dan we allemaal denken. Ja, puur door, de, door het stuurmanschap van, uh, van uh, verstappen. Um, je zei het net al iets over. Uh, er komen uiteraard nog wat updates aan. Ja, maar ja, dan is de grote vraag gaat het genoeg zijn. Nee, Red Bull heeft in Portimao hadden ze voor, uh, twee weken geleden dus al een, of uh, vorige week eigenlijk al een aardig pakket meegenomen, maar ik begreep ook bijvoorbeeld, wilden ze ook een nieuwe voorvleugel gaan gebruiken, die gebruiken ze nog niet, dus die was dan toch nog niet helemaal goed. Dat zit nog wel aan de pijpleiding. Ik denk dat ze voor Monaco niet met iets komen. daar gaan we over twee weken nee. heen. Monaco is natuurlijk een, uh, alles draait eigenlijk om de kwalificatie. Ja. Uh, en daar is Reboel dit jaar, nou in ieder geval, dat is heel close. En ik denk op dat circuit, langzame bochten, daar waren ze toch wel goed in Barcelona in ja. die laatste sector. Dus dat ziet er wel goed uit. En dan moeten ze toch richting Baku, Turkije, als dat allemaal doorgaat, dan moeten ze toch uh, met nieuwe updates komen. Want je moet natuurlijk wel, het is maar 14 punten, maar het is ook al 14, al 14 punten. punten. Dus je ja, moet toch, uh, dat gat moet niet te groot worden. Hamilton, die alweer uh, heel tactisch zegt dat Red Bull in Monaco favoriet is. Ja, Dat uh, is ja, ook ik... een beetje een beetje cliché inmiddels te worden. Of ja, niet? nou, ik denk als Hamilton 150 punten voor staat, dat hij nog zegt dat Red Bull ja. uh, het weekend daarna favoriet is. Ja, dat weten ze bij Red Bull, dat weten Verstappen ook. Hij reageert er ook op van, ja, dat zeggen ze elke week. Alleen ik denk dat Verstappen zei ook al bij. Monaco is natuurlijk een, een, een wedstrijd op zich. Uh, dus dan moeten ze er echt staan. Kijk, het moet dan eigenlijk geen 4-1 uh, worden, hè? het nee. staat nu 3-1 moet eigenlijk gewoon drie, 2 worden. En je moet ook een keer hopen dat als Verstappen wint, als je even neutraal naar de titelstrijd kijkt, dan moet je eigenlijk hopen dat Hamilton een keer geen tweede wordt, maar een keer derde of vierde. Ja. Alleen ja, Hamilton is wel een meester in, 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 in een heel solide een seizoen doorgaan. En, en veel mensen hebben wel kritiek op hem, ook misschien door zijn uitlatingen. En ja. Alleen hij laat dit jaar wel echt zien dat hij in geweldige bloedvorm is. En Verstappen ook. Dus het, zijn, het is wel duidelijk dat die tweede bovenuit steken. Terwijl, Bottas, uh, ik lees overigens af en toe dat het een loser is en zo. Maar volgens mij nee, man. Blijkt, de, blijkt de ideale secondant te zijn. Ja, dat is uh, dit bewezen. en je ziet bij Red Bull hoe moeilijk het is om een goede tweede man te zijn. En Bottas zit er gewoon, kijk, ook al rij je er acht seconden achter. Ja. Dan zit je in ieder geval uh, binnen de, de pitstop-window. Dus ja, eigenlijk doet hij het perfect. Was Ricciardo maar nooit weggegaan? Hè? Ja, nou, die werd aan het einde ook aardig. Kreeg het ook aardig aan zijn broek van, van Verstappen. Maar het blijkt wel, volgens mij is die auto, het is toch moeilijk, een beetje een nerveuze auto. zijn Albon vorig jaar in ieder geval. Verstappen, ja, die heeft er weinig last van, maar zijn teamgenoten wel. Dus voor hem te hopen dat het snel is nou eens opgelost. We gaan naar Monaco toe. Ben je daar gewoon weer bij? Uiteraard. Erik van Haren, dankjewel.